Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb de kindjes al hun drinken gegeven. Ik ga ze zo verschonen en aankleden, want we moeten even naar de winkel. Ik heb gisteren een hele grote berg was opgevouwen. Ik ben nu ook weer aan het wassen, alle kleren die ik gisteren heb uitgezocht, wat Liam aan kan. Liam die is namelijk qua romp heel groot, of lang. Dus hij heeft daar een maatje 98 echt voor nodig. En qua beentjes is hij wel korter, dus daar blijft hij een beetje op 92 zo hangen. Dus de broeken die heb ik uitgezocht en gesorteerd. En nou, in ieder geval, ik had ook nog een hele hoop was liggen. Heb ik ook allemaal opgevouwd, moet ik nog wel allemaal in de kasten leggen. Maar het was gisteravond op een gegeven moment 12:30. Ja, dus... Ik zeg tegen Niels, dat gaan we nou niet meer doen. Ja, dat doen we morgen wel. Dus dat gaan we vandaag doen. Wanneer ik er tijd voor krijg. Ik denk dat wanneer Niels thuis is, dat ik gauw even naar boven schiet. Net zoals gisteren. En dan al die wassen eventjes een plekje geef. En opruim. En nou, dat dus. Ik ga zo de kinderen aankleden. Dan kunnen we even naar de winkel. Ik moet even een paar dingetjes hebben. Ik ben thuis gekomen en... De kindjes fruit gegeven. Toen Liam die wilde wel fruit, maar hij heeft het eigenlijk niet gegeten. Ik ga ook niet dwingen dan, of wat dan ook. Als hij niet wil, dan wil hij niet. Hij wil ook geen koekje, of wat dan ook. Toen zat hij in één keer te rillen. En toen dacht ik van, wat? Ik heb een koortje meten. Ik zeg tegen Liam, mag mama even een koortje meten? Nou, dat mocht. Dat doe ik altijd op voorhoofd en in zijn oor. Wat heb ik hier nou weer? En, nou, gedaan... En had hij gewoon 38,4. Ik heb gelijk even een zetpilletje gegeven. Die is nu aan het werken gelukkig. Dus ga ik daar proberen of dat hij eventjes wel wil eten. Gewoon een simpel broodje. En dan gaan ze eigenlijk allemaal lekker naar bed. Liam. Gaat het goed? Oké. Er zit al iets meer leven in als dat er een half uur geleden in zat. Jordi heeft niet geslapen. Liam is net wakker. Hij heeft nu 39,9. Maar hij is wel nog steeds vrolijk. Dus dat is goed. Ik heb hem wel weer een zetpilletje gegeven. Want dat kon weer qua tijd. Dus dan krijgt hij voordat hij gaat slapen nog een zetpil. Ja, het is even niet anders. Het manneke is niet lekker. Dus dat mag. Dat kan. Daar moeten we het mee doen. Hij heeft in ieder geval een zetpilletje gehad. En daar moeten we het even mee doen. Jordi heeft het opgegeven. Die is maar gaan slapen. Er is ook iemand al langs geweest voor maatbril. Daar heeft Jordi zijn bril van. De bril was nog niet helemaal goed die hij had. Dus die heeft hij eventjes goed gemaakt. Liam die heeft besloten om naast zijn broer te gaan zitten. Om lekker televisie te kijken. Hij heeft nog steeds koorts. En Sam is gewoon de boel aan het, wat moet ik ervan maken? De boel aan het etteren. Weet ik het. Een rommeltje aan maken. Laten we het daarop houden. Ik heb net geüpload en ik ga zo eten maken. Eventjes Sam verschonen. En dan komt Niels alweer bijna thuis. Jordi ligt nog half te slapen. Ik ben hem alweer aan het wakker maken. Hij heeft alleen even nodig. Goed zo, Jordi. Hallo. Hoe is het? Ja? Sam die zit Jordi ook mee wakker te maken. En Liam heeft nou op dit moment praatjes. Het eten heb ik zo goed als helemaal klaar. Dat heb ik gewoon helemaal klaar. Ik moet heel eventjes nog voor de kindjes alles onder elkaar maken. Dat ga ik zo doen. En dan komt Niels zo goed als thuis. En dan kunnen we eten. Jordi is de hele avond wakker geweest en hij wou gewoon niet slapen. Niels heeft hem net verschoond en die gaat nou weer naar bed. Ondertussen is Liam wakker geworden en hij was helemaal bezweet. Dus ik geef hem even een flesje dat hij even wel lekker wat vocht binnenkrijgt. En dan mag hij daar ook nog een zetpilletje, want het is midden in de nacht. Krijgt hij daar ook nog een zetpilletje, want hij heeft nog koorts. En dan... gaan we weer gewoon lekker naar bed.
Dan wil ik slapen, hè? Een hele goede morgen. Vanochtend was het alweer vroeg dag voor ons. De kindjes die waren wakker. Liam die heeft nog steeds koorts. Oh, al die namen. Niels is even voor mij naar de winkel geweest. En ik moet nadenken. Ik was super bezig. Ik dacht, ik moet nog vloggen. Toen heb ik fruitje gemaakt toen Niels terugkwam. Toen heb ik Niels fruitje gegeven. Ik heb even wel wat gegeten. En nu ben ik boven bezig aan het opruimen. Niels die gaat van het weekend niet boven klussen. Ik doe gewoon boven opruimen en poetsen. Want ja, dat is ook wel een keer nodig. Dus dat is wat ik doe. Ja, zoals ik al zei, Liam is nog steeds koortsig. Dus we gaan niet veel bijzonders doen. Niels is nu beneden met de kindjes bezig. En ja, dat is waar we mee bezig zijn. Ik ga vandaag bedden verschonen en alles. En als de kindjes daar op bed liggen, ga ik even mijn nagels doen. Want die zijn weer nodig. Ik heb uitgroei. I don't like uitgroei. Moet ik niet. Dus ja, dat. De kindjes zijn naar bed gegaan en zijn inmiddels alweer wakker. Liam die was als eerste wakker, want die had last van zijn koorts. Ik heb even mijn nagels gedaan. Ze zijn niet helemaal geworden zoals ik wou. Maar ik wou het doen binnen de tijd dat de kinderen wakker waren. En dat is een heel eind gelukt. Nu ga ik weer naar boven toe. Ga ik boven verder poetsen. En wat ga jij doen, papa? Ik ga blijven leven. En niet voor de kinderen zorgen? Nee, die zorgt voor zichzelf. Zie je? Nee, niet doen. Niet doen. Wat ga jij doen? Wat ging jij doen? Zie je dat de kinderen... Wat ging jij doen? Op de bank liggen. Wat ging jij doen? Het beste maken. Oh. Dus dat. Wil je hier aan het spelen? Nee, uit de keuken. Sam is hier aan het spelen. Uit de keuken. Liam is daar aan het vervelen. En wat is mama aan het doen? Pannenkoeken bakken! Hey Liam! Hey! Dag Liam! Kijk, hier moet blauw. Het is toch blauw? Blauw, ik hou van jou! Nou, we zijn lekker pannenkoeken aan het eten. Jordi is lekker aan het genieten. Sammy is lekker aan het genieten. En zelfs Liam en papa. Ja, yummy yummy, hè? Lekker, hè, Liam? Ondanks dat hij wat koorts heeft, wil hij toch nog lekker eten. Dus daar zijn we blij om. En Jordi ook, hè? Jordi brengt het lekker zelf naar zijn mond. Sam is lekker zelf aan het happen. Dat is 7. Ja. En die grote die waren het mooist, hè? Dat doet je nou goed als papa en mama zijn, Daniels. Kind slechts smullen. Maar paarden hebben geen poten. Oh, wacht. Ik zal nog even laten zien hoe dat dat bij Jordi gaat. Weet je wat ik nog wel een keer zou willen doen, juffrouw? Nou. Let wel op filmen. Doe niet appen. Dan ga ik op het paard. Naar school. En ga ik op het paard. Gaan we niet appen. Naar tante Beppe en oma Kees. En dan ga ik op het paard naar zwemles. En ga ik op bezoek bij jou op het paard. Lekker. Ik had iedereen een eigen paard. Toen waren er nog geen fietsen en auto's. We hebben net alle drie de kids gedoucht. En Jordi is nog beneden. Sam en Liam liggen al op bed. Ja, je bent vrolijk, hè? Ja, heel vrolijk. Het is een blij ei. Het is een blij ei gedaan, hè? Hey, blij ei. Zo, staan. Eén, twee. Ik ga graag op ontdekking met de dieren.
Dat hij zo wiebelt met zijn benen, dat wil zeggen dat hij blij is. En papa en ik gaan hier zo nog even opruimen en even stofzuigen en dweilen. Want ondanks dat Liam niet lekker is, heeft hij er toch nog een hele grote pestbende van gemaakt. En ja, de boel hier eventjes doen, want ik heb wel boven zover alles klaar. Ik moet morgenochtend alleen even de douche poetsen, maar dat is morgenochtend. Nou, wij gaan hier aan de gang en zorgen dat het weer allemaal spikkerspan is. Niels, kun je weer lopen? Ja. Ja? Niels had een probleempje. Hij had op de wc gezeten en ik zat te wachten, want ik moest plassen. En we hebben maar één wc hier. Dus ik zat maar te wachten. Ik zeg tegen Niels, je bijna onderhand een keer van die wc af. Toen zegt hij... Ja, ik ben al van de wc af. Ik zat te wachten op de bloedzonde. Hij had weer een slapend been, dus hij kon niet lopen. Juist. Maar goed. En zelfs de hond vertrouwde het niet. Nee, zelfs de hond die begon te grommen. Hè? Goed op iedereen pas hier, hè, scheetje. Oh. Het is een babyhondje. Het is een babyhondje. We hebben alles opgeruimd. Alles is weer netjes. En nu gaan we even snacken en lekker tv kijken. Wij zitten hier. Jordi is daar aan het spelen. En Sammy daar. En volgens mij ligt Joef. Oh nee, Joef is daar. Die heeft ook de hondje. En mama is boven. En mama is boven, Liam. Die wil vertellen. Moet je zo vertellen. Ah, nee, wil je niet vertellen? Doe maar vertellen. Doe je vertellen dat papa je tit heeft afgepakt? Ach, jongen, toch. Wil je dat vertellen? Ja. Voor de mensen die het nog niet door hadden, goedemorgen. Niels is bezig met kassantjes maken. We hebben hier een paar scheerbord. Waarom? Omdat ze de keuken niet in mogen. Oh. Jordi geeft een gooi met zijn bril. Ik heb de douche gepoetst. Ik heb mezelf gedoucht. Zo dadelijk nog even mijn haren doen. En dan kunnen we weer tegen de zon maar gaan. Denk ik. Wat is er, Sammy? Wat is er, Sammy? Zit je lekker in het zonnetje, hè? Ja. Maar wij gaan dus ontbijt maken. En lekker de zondag beginnen. Wat zei je nou net, papa? De? Hartslaas. Die zijn weer aan de slag. Het is een lekker rustig. Lekker, happen. En Liam denkt, ei, 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 dat is voor mij. Jee. Nou, iets smakelijk allemaal. Het voordeel van Niels op zondag thuis hebben is het feit... dat hij even de vaatwasser voor me uitruimt. Dus dan ga ik die nu inruimen. En dan krijg ik kindjes dadelijk lekker een flesje. En dan gaan ze lekker naar Betty. Daar liggen de twee etters. Lekker flesje drinken. Ik weet alleen niet of Jordi wakker gaat blijven. We gaan het gewoon zien. Sam die wordt momenteel even verschoond door Niels, want die had een poepiebroekie. En die gaat ook daar zijn fles krijgen en naar bed. Dus dan hebben papa en mama weer even rust. Het is Sam gelukt. Sam wil dit al de hele tijd, hè papa? Ja, hij wil Jordi nadoen. Ja. Dus Jordi heeft een kabeltje, papa. Mag mijn mama even afpakken? Nee, dat mag papa doen. Mama wil filmen. Nee, niet erbuiten. Kunnen jullie gelijk zien hoe lastig Jordi dat
laatste gebeuren. Hey, en de bak. Ja, daar kun je niet kijken. Dan ga je zelf de andere kant uit. Klopt, verrassend, hè? Het wordt met de dakgekken hier. Jordi, wat ben je nou aan het doen? Nou was ik al naar de winkel geweest, maar ik was weer eens iets vergeten. Hè, papa? Dus wij gaan nu met het hele gezin even naar de winkel en een rondje wandelen. En Liam die loopt zelf mee. Gezellig. Weet dat hij natuurlijk niet valt, want dat was het eerste wat hij deed toen hij buiten de poort kwam. Mijn vinger goed vast. Jawel. En hij kan dadelijk ook Sammy duwen als hij dat wil. Dat deed hij net ook. Dus het komt allemaal goed. Dan zijn we ook weer even buiten. We zijn aan de wandel. En Liam staat bij Jordi. En Sammy zit lekker hier in zijn stoeltje. En daar. Dat. Liam op de buggy. Vindt hij leuk. Kindje ligt op bed met wat tegenstribbelen. Je valt er wel mee. Ook hoor Jordi. Hoor je Jordi nu dan? Ja, nou ook Jordi ook. Juist. We hebben hier nog één grote bende. Daar gaan we nog even opruimen. Ik ga nog eventjes brood smeren en fruit maken en alles voor morgen. En dan is het voor ons ook een heel eind voorbij de avond. Dan kunnen we misschien nog wat tv kijken en dan naar bed. Yes. Dus bij deze gaan we deze ups en downs ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.